Dat wij in deze kerstshow een heleboel mensen bij elkaar brengen, dat is natuurlijk bekend. En het is voor mensen ook eigenlijk heel verwarrend. Want stel je voor, er wordt 's avonds bijvoorbeeld bij je aangebeld en je vriend uit het buitenland staat ineens voor de deur. Maar, neem maar van mij aan, het kan allemaal veel erger. Want, dachten wij, hoe zou het nou zijn als je wordt meegenomen naar, nou, bijvoorbeeld Rusland, en daar staat op een wildvreemd plein opeens je vriend uit Japan. Een bijzonder liefdesexperiment, dat begon in Veldhoven. Ja, ik ben hier in Veldhoven, want Luana Luttersveld schreef me een hele mooie, vrij lange brief trouwens, over de grote liefde Yasuhiro uit Japan. En ik ga vragen of ze, nou, of ze gezellig met me meekomt. Volgens mij is het hier trouwens. Kijk hier. Oeh, het doet altijd pijn dit. Luana van Luttersveld? Ja. Hi. Hallo. Robert? Luana. Mag je lekker te slapen? Ja, ik denk, mijn hart is steeds thuis. Ik denk, welke gek zat er aan te bellen? Nou, ik dus. Ben je een beetje boos op me? Nee. Ik wilde vragen of je met mij mee kon komen. Een trucje maken. Heb je er zin in? Ja, dat is goed. Hey? Heel erg zin in. Heel erg zin in? Ja. Wat leuk. Mag ik niet aan doen? Nou, graag. Koud. Misschien moet je nog wat spulletjes meenemen of zo, want we gaan best ver eigenlijk. Oeh, oké. Klein. Hoe lang? Nope.